Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een aanvoer van wolkenvelden vanaf de Noordzee. Het zijn stapelwolken, daaruit valt plaatselijk een bui, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Die buien trekken aan het einde van de middag weg en dan is het vanavond op de meeste plaatsen droog. Er zijn brede opklaringen, de temperatuur ligt rond een uur of negen, rond 4 graden. In de nacht neemt in het noorden weer de bewolking toe, maar in het binnenland is het nog steeds koud met temperaturen dicht bij het vriespunt en aan de grond kan het op uitgebreide schaal gaan vriezen. Morgenochtend is het ook nog droog met af en toe zon, maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vooral in het westen en zuiden gaat het dan enige tijd regenen, in het noorden, midden en oosten mogelijk een spatje. Zaterdag trekken de buien via het zuiden weg, daarna is het droog en schijnt de zon geregeld, wordt zo'n 8 tot 10 graden bij matige wind. Zondag, eerste paasdag, is het ook droog met geregeld zon en maandag is nog twijfelachtig, het lijkt een droge dag te worden, maar misschien dat er later op de dag vanuit het noorden toch weer buien komen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl